Hallo, dit is Lily van Lily Leest. En vandaag hebben we een bijzondere vlog, namelijk een Mirjam Mouse special. Mirjam Mouse is een kinder, een young adult schrijver. En ik heb superveel genoten van haar boeken. Deze drie heb ik gelezen. En nu dacht, laat ik erover gaan vloggen. We gaan beginnen met Boy 7. Boy 7 gaat over een jongen die wakker wordt op een snikhete verlaten grasvlakte. Hij weet niet wie hij is, hoe hij heet, waar hij vandaan komt. Het enige wat hij bij zich heeft is een rugzak. En tot zijn opluchting een mobieltje. Hij wil de politie bellen, maar dan krijgt hij een berichtje binnen. Bel in geen geval de politie. En er is iets wat hem nog meer laat schrikken. Het is zijn eigen stem. Hij ontmoet iemand die Lara heet. Ze helpt hem om te ontdekken wie hij is, waar hij vandaan komt en alle andere mysteries die wat hij zich niet meer kan herinneren. Maar daarna kan hij niemand meer vertrouwen, zelfs Lara niet. Zal het Boy 7 lukken om te ontdekken wie hij is? Dat moet je zelf lezen in dit mega spannende boek. Zoals ik net zei, het is super spannend. Je wordt echt meegesleept. En het is ook, je hebt zoveel plezier te lezen. Het is alsof je er net in zit. En als je echt, ik zat in de klas, ik was aan het lezen. En ze kregen me er niet uit hoor. Ik had het binnen een dag uit. Je moet het gewoon in een ruk uitlezen. Het leest als een trein. En daarom geef ik het 5 sterren. Super leuk. Is dit beter? Ja. Excellent. Dus dat was Boy 7. Op naar het volgende boek. Dit was Boy 7. Laten we doorgaan met het volgende boek. Namelijk 2C. Het boek gaat over Valentijn die met zijn groep 2C een week op werk weet gaat met een bus. Maar dan krijgen ze het bericht dat er een bom aan boord is en dat niemand de bus in of uit mag, anders zal de bom ontploffen. Valentijn probeert erachter te komen wie de bommenlegger is en of het misschien iemand uit 2C zelf is. En misschien heeft het iets mee te maken dat wat er gebeurt bij de kinderen van 2C thuis. Want dat lees je ook in dit boek. Het gaat van het ene moment naar van een hoofdstuk Valentijn naar een hoofdstuk Fleur en naar zijn andere klasgenoten. Zo ontdek je uiteindelijk wie de bom heeft gelegd en of het goed zal aflopen. En daarom vind ik het een superleuk boek. Het is een soort grote puzzel die naarmate je verder leest, dan maak je hem klaar. Dan snap je het uiteindelijk. Mega spannend. Je kan je ogen er niet van afhouden. En het geeft je een heel fijn gevoel dat je lekker thuis bent. Of in je bed of waar je het ook leest. Geeft je een heel lekker gevoel dat je gewoon lekker thuis zit. En niet in een bus met misschien een bom erin. En daarom geef ik het 4,5 ster. Nou, en dan kunnen we weer door met het volgende boek. En deze heb ik net gelezen. Vals spel. Het gaat over Finn en hij wordt verdacht van een moord op een mevrouw. En vanuit een Spaanse politiecel, want hij is in Spanje, probeert hij moed te houden. Want hij hoopt dat mensen zullen geloven dat hij onschuldig is. Hij hoopt dat zijn vriendin Valerie hem komt helpen. Hij heeft haar tijdens het backpacken ontmoet en ze zijn beste vrienden geworden. Want Valerie spreekt Spaans en ze is dus zijn tolk. Want Finn zelf spreekt geen woord Spaans. Maar ze komt niet opdagen. Finn snapt niet waarom ze niet gekomen is. En vraagt zich af of Valerie iets met de moord te maken heeft. Zal het Finn lukken om zijn onschuld te bewijzen en te ontdekken wie de schuldige van de moord is? Dat lees je in tot nu toe mijn favoriete deel van alle Mirjam Mouse boeken die ik heb gelezen. Het is
echt van alle boeken dus allerspannendste. En ze geven bij elk hoofdstuk aan of het 2 weken geleden is gebeurd. Of dat het heden is, waar het is gebeurd. Dus en door de stukjes van vroeger te lezen, ontdek je uiteindelijk wat er is gebeurd en waar hij toen was. En zo ontdek je op een gegeven moment wie de moordenaar is, zeg maar. En ook, het is mijn favoriet boek, omdat ik lees heel veel boeken. Maar sommige boeken zijn zo mooi geschreven en dit is er één van. Echt super goed geschreven en daarom zou ik hem zeker aanraden. Jammer dat ik niet meer dan 5 sterren kan geven, want dit is echt een super 5 sterren boek. Dus, maar ik heb nog hier nog 3 boeken. Password, Test en het EOS project. Maar deze heb ik nog niet gelezen. Dus dat ga ik even doen. Doei!